donderdag 20 juni vlogen er enkele drones boven het centrum van Groesbeek. En wij waren benieuwd waarom. Wat wij doen is dat wij vandaag een opname maken van de Dorpstraat met twee camera's, maar dan vanuit de lucht. Het is een verkeersmeting vanuit de lucht, een verkeersonderzoek. Wij monitoren van 7 uur vanochtend tot 1 uur vanmiddag maken wij opnames waarmee wij door middel van software de aantallen kunnen meten, maar ook de routering van de auto's zoals die hier plaatsvinden. Wij hebben de opdracht daarvoor gekregen van de firma Roelofs uit Den Ham, ontvangen van de gemeente. De gemeente wil graag deze informatie ontvangen om verdere analyses te kunnen doen van het verkeersgedrag hier op locatie. Het is erg rustig in de lucht, het is perfect weer om op dit moment te vliegen. Onze drones vliegen op 120 meter hoogte. En op dit moment zijn de weersomstandigheden perfect om dit onderzoek uit te kunnen voeren. Ja.